welkom bij Hallo Thuis met Annemarie. Vandaag wil ik het er even met jullie ergens over hebben. Want weet je waar ik helemaal niet goed van word? Is dat al die feestjes niet doorgaan. En dan zeggen ze, hè, dan moet je er thuis maar wat van maken. Ga maar proberen. Nou, alsof dat zo makkelijk is. Ik heb het een paar keer geprobeerd, hè. Hier, moet je kijken. Probeer ik het wel zelf. Licht. Ja, dan probeer ik het wel zelf. Dan probeer ik het wel zelf. Wat doe je? Het is normaal! Hey! Het is ook gewoon niet grappig dit. Wat? Zelfs het bos is dicht. Dan probeer ik het wel zelf. Ja, hier ben ik toch ook zo klaar mee? En Pasen, gaat dat wel door? Straks valt Pasen tegelijk met Kerst. Kan dat eigenlijk? Ja, Ira is jarig. Oh nee. Gaat de verjaardag niet door? Oh, wat sneu. Ik ga even bellen. Hoi! Hey, steer met je verjaardag, Ira. Ik kan niet komen. Dat is wel jammer. Ja, ben je verdrietig? Ja, maar we maken er wel een gezellig feestje van. Wauw! Je hebt slingers opgehangen. Wacht, ik moet je ook nog iets anders laten zien. Wat dan? Wat een mooi cadeau. Doei! Ik ga even ophangen! Doei! Doei! Ik heb een idee! Dat dingen niet doorgaan, dat is niet echt heel leuk. He, gewone dingen die je elke dag doet. Of dingen waar je heel erg naar uitgekeken hebt. Dat is helemaal niet fijn, dat is heel verwarrend. Dat is niet heel raar hoor, als je daar een beetje van in de war raakt. Ik ben wel blij dat ik even iets ben wezen brengen bij je Ira. Dat is denk ik wel de beste tip. Dat we er iets van proberen te maken, ook al is het een beetje lastig of stom. En je kan er ook altijd over praten met je begeleider of met je familie of met digicontact. Dat moet je echt doen, ook als je denkt, ik wil niet zeuren. Doe je dat? Nou, vond je hem leuk? Wil je meer zien? Kijk dan op onze website www.philadelphia.nl/hallothuis. Doei!